heb een aantal kaarten verzameld. Allemaal klaver? Het zijn alleen maar klaver, ja. Klaver vind ik eigenlijk de mooiste kaarten. Mm-hmm. Alle 13. Je mag één van die kaarten mag je opnoemen als je wil. Opnoemen. 7. De 7. De 7. Nou, dan mag je. Ik weet niet of je ooit een handkus geeft. Nou ja, het kan, ja. Nou, kijk, want die 7, daar mag je dan een handkus op geven als je wil. Zo? Ja. Heel goed. Daar was leuker geweest, maar die hebben we even niet hier. Want wat gebeurt er dan? Kijk, daar komt daar een kus op te staan. Niet dat ik lippenstift draag of zo, maar. Nee. En al die andere kaarten, daar zit verder geen kus op. Oh. En die zitten nu is die kaart verpest, zeg maar. Kun je niet meer gebruiken? Nee, want als je hem zo hier overheen wrijft. Kijk, dan kun je die kus ook weer gewoon aan de achterkant weer weghalen. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, het leuke is, omdat ik hem toch zo wel mooi vind, komt hij gewoon zo ook weer terug te staan. Ja, gaaf. Kiss Trick. Ja, Lip Power is de officiële naam. Lip Power is de officiële naam. Ja. Astor Magic. Ja, super easy en super visueel. Ja. Nou, een paar keer hier voorgedaan in de winkel. Nou... Mensen, stunt. Echt waar, serieus. Het is al een hele oude truc. Hank Morehouse heeft dit bedacht. Mm-hmm. En het was volgens mij in een van de eerste jaren dat ik de winkel had. Toen kwam ik Hank Morehouse tegen op een congres. Toen liet hij mij dat zien. Toen dacht ik echt, nou, die moet ik hebben. Ik heb dus een hele voorraad opgekocht. Eentje in mijn eigen koffer gestopt. Dat wil zeggen, als ik zelf optreed, neem ik die spullen mee. En die doe ik al. Ja, dames. En dat is altijd een hit. Dat is gewoon echt goed. En toen waren ze niet van Bicycle, nu is het ook nog echt Bicycle. En het is zeer goed gemaakt. Dan denk je, ja, wat maakt dat het goed gemaakt is? Het is heel goed gemaakt. Ja. De techniek die erin zit is misschien bekend, maar het is zo goed dat je niet bang hoeft te zijn er ook maar iets misgaat. Nee. We gaan hier verder niet uitleggen wat we daarmee bedoelen. Nou, je krijgt hierbij ook een papieren instructie in het Engels, maar het is echt heel simpel. Ja. Lijst zichzelf. Ja. En de set. Kan verschillen. Je kan zijn dat je een set harten krijgt, of ruiten, klaver of schoppen. Dat is per set verschillend. Oké. Okay. Stel je niet denkt, ik heb geen klaver gekregen. Dat kan, het is per set verschillend. Ja, easy to do dus. Ja. Dus En de prijs? 24,50. Nou, een goede truc ook niet te veel, dacht ik zo. Nee. Toch? Nee.